Hans Klok, de hardwerkende illusionist die ooit internationaal wilde doorbreken, deelt zijn ervaringen over zijn tijd in de Efteling en zijn teleurstellende avontuur in Las Vegas. Volgens Klok was zijn tijd in de Efteling, waar hij maandenlang dagelijks meerdere shows deed, een ware beproeving. De strakke planning en computergestuurde shows lieten geen ruimte voor spontaniteit, waardoor zelfs bij ontroerende momenten met het publiek hij moest blijven rennen om het licht bij te houden. Het grootste struikelblok in de Efteling waren volgens Hans de buurtbewoners met jaarkaarten, die zijn shows tot in detail konden voorspellen, wat zijn concentratie ernstig verstoorde. Ondanks zijn lof voor het park zelf vergelijkt hij de werkomgeving met een secte, waar fanatieke medewerkers, gedreven door de droom om in de Efteling te werken, een allesomvattende sfeer creëren. Zelfs de parkeerperikelen, zoals zijn ervaring met een efteling wielklum, droegen bij aan zijn negatieve indruk van het personeel. Na deze uitdagende periode in de Efteling is Hans Klok echter vastbesloten gebleven en heeft hij zijn weg teruggevonden naar de kleinere zalen. Zijn Las Vegas-avontuur was een teleurstelling, maar hij blijft ondanks alles positief.